Jij gaat zondag exposeren in de Badgasterkerk, hè? Ja, dat klopt, Jan Paul. Ik ben nu druk bezig met de expositie in te richten en op te hangen. En dat gaat uitermate voorspoedig, moet ik zeggen. En ik ben er heel erg tevreden mee. Ik vind het ontzettend leuk zoals hier hangt. Ik vind het goed passen hier in deze ruimte. En dat is heel erg leuk om te ervaren. Je gaat ook een lezing geven, een soort interactieve PowerPoint, hoe noem je dat? Waar gaat dat over? Ik noem het een presentatie, maar het is inderdaad interactief. Ik ga daar de mensen van het publiek bij betrekken. Ik ga ze wat dingen laten zien, ik ga ze met zichzelf confronteren. Het gaat over de virtuele werkelijkheid. Wat is dat dan, werkelijkheid? Waar gaat het over? Is dat zo'n 3D-bril die je dan opzet? Nee. Zo'n Google Glass? Nee. Het principe is dat elk mens zo zijn eigen idee van de wereld om zich heen heeft. En wat ik wil gaan doen is uitleggen hoe dat komt. Hoe het menselijke informatieverwerkingssysteem werkt. En waarom we allemaal een eigen idee van de werkelijkheid hebben. Waarom we het ook nooit exact hetzelfde kunnen ervaren. Hoe weet je dat? Kom zondag kijken.